Ja, deze maand staat volledig in het teken van de streektaal. Het Neder-Saksisch zal dus op allerlei manieren terugkomen gedurende de maand maart. Zo ook in een vergadering van de Staten. Het initiatief kwam van statenlid Dienhand Leverink. En we gaan eerst even kijken hoe die vergadering vanmiddag begon. Voorzitter, vandaag is een bijzondere dag in de geschiedenis van onze provincie Overijssel. De Statenvergadering in de Neder-Saksische taal met elk zijn eigen dialect. Voor mij is dit de taal waar ik me op ben gegroeid, op deze wijze en ook worden gesproken bij ons in de Hof van Twente en omstreek. Vorig jaar op 1 juli heb ik een motie ingediend Neder-Saksisch in de Statenzaal. Vele collega's in de Staten die net als ik de Neder-Saksische taal, culturen en ook vooral de gebroeken enorm waardeerden, hebben een warm hart toedreng aan de motie. Nogmaals, dank daarvoor. Dat de streektaal leeft, blik ook afgelopen dagen in de regionale media, met felle aandacht voor de Neder-Saksische taal, de cultuur en de gebroeken. Maar ook de felle activiteiten in de maand meer georganiseerd wordt in Overijssel door het personeel van het Historisch Centrum Overijssel, de IJssel Academie en het Twentehoes, zoals de poëziewedstrijd en het uitdelen van het blad Wiesneus op de basisschool in Overijssel. Hendrik Jan Bukkers, dan even het mooie zeg. Wie bent allemaal namens met hetzelfde verhaal, dezelfde historie en dezelfde taal? Voorzitter, de geest van de Nederlandse taal, cultuur en gebroken, die is nog lange niet uit de flessen. Vergangen jaar is ons dat allemaal nog eens weer duidelijk geworden. De Nederlandse taal die verbindt ons met vorige generaties, maar ook met toekomstige generaties. Ook in de zorg speelt het dialect een heel belangrijke rol. Laat het niet vergeten. Een grote generatie oet zich in de zorg het leefst in het dialect, of dat nu in een verzorgingstoes is of in een ziekenhuis. En wat te denken van de Neder-Saksische streektaal met drie nummers in de top 2000. De beentjes van Hildegard in de streektaal Oederopen tot de beste spelfilm van 2020 en ook nog eens in elkaar draait door een ras echt een tukker. Van Zeeland, Limburg, de Groningen, Overa heeft ze een film bekeken. Om nog maar te zwingen van de ongelooflijke successen van de streektaalmuzikant van Boy Voitog, Bukkers en Daniel Loos. En elk jaar 10 uitverkochte theaterzalen met de gastdagen met Jan Rieswijk en Helgen Hendrik. Door de taal is het Neder-Saksisch deelbeworteld in ons en een sterk cultuur geworden. Van Groningen tot in Nachterhoek. Onze tradities, de variatie van cultuurlandschappen, de gezellige dorpen, de Hansestein, maar ook de kracht van onze min- en kleinbedrijven en onze sterke familiebedrijven. Maar ook onze gewoonten en de wijze waarop we met elkaar omgaan. Dat bent de krachtige kenmerken van de cultuur. Voorzitter, Neder-Saksische leeft en verbindt ons door de mentaliteit van ons naberschap. En gewoon door, dan doe je gek genoeg. Of je nu een Drent, een Tukker, een Achterhoeker bent, onze Neder-Saksische cultuur dicht niet ingrijzen, maar verbindt ons met elkaar. En kijk over de grenzen heen. Kilometers over een pool bij de Lutte kun je nog sterk in het Nederlands een pruitje maken met onze buren in de Prus. Voorzitter, wat dat betreft hult het hier vandaag voor mij ook niet op met de aandacht voor het Neder-Saksisch. Laten we als provincie ook samen met maatschappelijke organisaties kijken en verkennen om de ontwikkeling in de Neder-Saksische regio kunnen versterken vanuit onze waarden en onze kernkwaliteit. Laat niet meer hebben over Groningen of over Friesland of over het Oosten, maar laat gewoon hem over de Neder-Saksische regio. Om samen op bepaalde thema's de krachten te bundelen en verder te werken aan de uitstraling van onze Neder-Saksische cultuur. Ik ben ervan overtuigd dat je het samen kunt realiseren door op een Nieuwmoordse wijze een nieuwe betekenis te geven aan het imago van onze Neder-Saksische te versterken. Het Neder-Saksisch zal het nieuwe weefsel van het naberschap in de 21ste eeuw kunnen wij. Hoe mirakels mooi zal dat zijn. Want voorzitter, wie start met elkaar voor grote uitdagingen. Opgaan van veranderingen die gevolgen zult hebben voor de inrichting van ons land. Maar ook voor onze Neder-Saksische regio, de Mosin. En onze Neder-Saksische buren aan de andere kant van de Pool. Verandering die nodig bent om een toekomstige samenleving in de benen te brengen en te holen. Waarin de natuur, maar ook een duurzame economie, het leefbaarheid op het platteland en vooral ook de veiligheid voorop staat. Met een goede aanpak en boerenverstand komen ons Neder-Saksische erfgoed behouden en duur ontwikkelen met het vizier naar vuur naar recht. Met een regio waar we vanuit onze
culturele identiteit trots op bent. De Neder-Saksische streektaal en ons dialect bent er onlosmakelijk met verbonden. Vuurzitter, ik ben zwart aan het einde van mijn betoog en ik wil een woord van dank overbrengen aan iedereen die het bierdrijven vandaag om de respectvolle wezen uitvoer te geven aan onze motie. Een bijzonder woord van dank wil ik wel graag hem aanbrengen aan de commissaris, aan de leur van het historisch centrum over Riesel, de Isel Academie en de Twentehoes en natuurlijk ook onze Griffievolk dat mogelijk heeft gemaakt vandaag op deze wijze te vergaderen. Vuurzitter, ik ben er trots op met Neder-Saks te wijn. Ik zal zeggen door het heen gaan, Goorgaan en Wierkan. Ja, en aan de lijn hebben we diezelfde Dinant Leverink. Hallo Dinant. Hallo, goedemiddag. Ik kan je het nader en die vert in plat. Ja, dat is mooi, hè? Ja, dat is een mooie... Ja. Mooi, dus ik ben import, hè? Dus een beetje genadig met mij, alsjeblieft. Maar ik versta het en praat een klein beetje. Ja. Hé, maar zo'n statenvertaling in dialect, en die is op dit moment gaande, toch? Ja, die is op dit moment gaande. En ik kan er heel even tussenuit. Er komt zo een schorsing. Ja. En ik zal het ook wel even deels in het Nederlands doen. Er zijn natuurlijk luisteraars die wel het dialect geweldig vinden, maar het niet spreken. Ik heb zojuist al vanmiddag dan de intro mogen doen. Ja. En dat is mijn mirakels best bevallen. En ik heb tientallen, zo niet dat er wel een stuk of 50, 60 reacties had. Ja. Vanuit de hele provincie, via de app, via Facebook, het dialect leeft. En wat minder inzet is, is ook niet dat wij dat dagelijks moeten spreken. Nee. Maar dat we dat in de gang houdt en dat het de cultuur en het nabuurschap en de verbinding... daar is de dialectaal, de Neder-Saksisch, is daar gewoon een groot onderdeel van. Ja, nee, dat snap ik. Maar ik ben even benieuwd, Dina, want hoe gaat die vergadering? Er zitten natuurlijk een aantal tukkers, of nou ja, ik noem het even tukkers, maar mensen die Neder-Saksisch spreken van huis uit. Maar er zitten volgens mij ook marakels veel import, of niet? Ja, dat is ook zo. Kunnen die, worden die niet helemaal gek? Verstaan die er nog wat van? Of zijn die los? Nee, wij zijn al bijna aan het einde van de vergadering, maar... het ging hartstikke goed. Er waren dus een aantal Neder-Saksen, ook vanuit West-Overijssel, die de bierdrijven dus wel hebben gedaan in het Neder-Saksisch. Ja, mooi. Maar dat moesten ze van tevoren inleveren in het Nederlands. En dat is ook keurig gebeurd. Ah, ja. Dat stond allemaal voor iedereen in de agenda, maar ook voor de kijker thuis kon ook die stukken meelezen. Ja. Dus het is eigenlijk hartstikke goed verlopen. Lang niet iedereen heeft ook gesproken, maar dat hoeft ook niet. Nee. Maar er is wel een goed punt gemaakt vandaag. En het is ook een ode aan de Isel Academie, het Twentehoes Historisch Centrum, om in volle kracht vooruit door te gaan met de Neder-Saksische gebruiken, de taal, en om samen te binden dat we Groningen, Drenthe, Overijssel, de Achterhoek en een stuk van de Veluwe meer gaan samenwerken en dan als een Neder-Saksische regio. Ja, dat is heel helder. Hey, en Andries Heidema, voorzitter, spreekt hij een beetje plat inmiddels? Hij komt uit Groningen en hij heeft het even geprobeerd, meneer. Hij zegt, ik hou me er toch maar ver van. Ik zie een collega Julian, dus ook zo'n Groninger. Ja. Die is blij dat, dat onze commissaris van de Koning... Ja, maar dat is toch mooi, Dinant. Zo'n Gronings dialect. Het is net wat anders. Ja. Nee, ik ken Eerde Staal, een zanger in Groningen. Ja. Het is nog nooit zo... Dus het had nog nooit zo donker west, of het werd altijd wel weer licht. Mooi. Ja, dat is ook een lied dat je wel nodig hebt in dat soort landstreken. Ja, zeker. Hey, maar, Dinant, heb jij enig idee, want dat vroeg me wel af, hè? Een beetje in de voorbereiding ook. Hoe groot is nou dat Neder-Saksisch sprekende deel van de Staten? Heb je enig idee, percentagegewijs? Worden wij bestuurd door Neder-Saksen of door Westerlingen? Ik denk dat ongeveer 50-50 is. Ja, precies. Ja. Toch nog wel een fors deel. Je gaf het al een klein beetje aan, hè, maar dit is niet alleen een ludieke actie. Van, nou ja, we hebben nu die week van de streektaal, maar je wil hier meer mee? Ja, dat klopt. Nou ja, niet dat ik dat per se wil, maar dat is nu aan de organisaties van de Isel Academie en Twentehoes. En ook het historisch centrum om samen met partijen, met maatschappelijke organisaties, met zorgverleners, met maar ook met MKB, familiebedrijven. Mm-hmm. Dat we straks niet zeggen van ze komen door het noorden of ze komen door het oosten of door de Achterhoek. Maar gewoon zegt,
Het is een Neder-Saksische regio. Ja, precies. Hey, ik probeer me dan ook een beetje voor... Neder-Saksisch is een officiële taal, net als het Fries. Is er een soort van idee of zelfs misschien het eerste aanzet tot een politiek debat... om dat als schoolvak of zo in te voeren? Moet ik me dat er ook bij voorstellen of gaat het niet zo ver? Nee, zover gaat het nog niet. We hebben wel de officiële status, maar het is nog niet zo dat... dat wij ook allerlei verplichtingen moeten aangaan. Ja, ik wil niet gelijk verplichtingen, maar meer van... Nee. Zou je dat willen? Schoolvak, is dat een keuzevak? Ja, een keuzevak, dat zou op zich niks mis mee zijn. Nee, want er zijn nu al op 150 basisscholen... is al een blad uitgedeeld, ja. Business. Ja. En dat is eigenlijk al wel een aanzet daartoe. Ja. We hebben daar aandacht aan besteed. Zelfs een gedicht uit voorgedragen... dankzij Twentehoes. Hey, je vergadering gaat zo meteen weer verder. Ik wil niet altijd. Nog één vraag, want er is een motie ingediend. Kan jij heel kort, het is altijd lastig voor statenlid, weet ik, maar heel kort vertellen wat de inhoud van die motie is? Die van mij bedoel je? Ja, die waar je het in je inleiding over had. In je opening van de statenvergadering. Oh, ja, nou, dat is de motie die ik vorig jaar jullie heb ingediend. En dat is een motie? En... Wat behelst die? En dat behelst dat we gingen spreken in het Neder-Saksisch in de Statenzaal. Precies. En dat we dus en met name ook, en dat is belangrijk en mooi dat je dat vraagt, dat we dat culturele immateriële erfgoed heel, heel goed bewaken. Want daar is heel veel in onze Neder-Saksische regio, is daarop gestoeld. En daar is dan ook die taal een onderdeel van. Ja, helder. Schakel je morgen in voor Twents kwartier in Dinant? Ja, laat ik het maar eens doen, of niet? Ja, dat moet je doen. Hey, Dinant, dankjewel voor je bijdrage. Goed gewoon. Daarnaast kom ik wel een keer aan school. Ja, nou ja, dat vind ik ook een hele goeie. Dat kunnen we nog wel even afspreken. Is goed. Bij deze afgesproken. Hey, dankjewel, Dinant. Goed gewoon. Joho, hoi.